Robert-Jan, fairways, greens, we beginnen als een gebroken plaat te klinken, weer geen putts. Hoe frustrerend is dat? Frustrerend. Ik wil niet zeggen weer geen putts. Ik moet zeggen, ik had de bal goed rollen en ik kreeg ze er niet in. En dat was jammer. Ik speelde denk ik foutloos tot hole 12 bijna. En had heel veel onderpar kunnen zijn. Eigenlijk hetzelfde als gisteren een beetje. Ik gaf mezelf heel veel kansen. En je moet ze wel maken. Dat was frustrerend. Maar ja, niks aan het handje. En wel twee bogeys aan het einde op zich en geen birdie op 18. Dat was gewoon jammer. En van de andere kant, het zit dichtbij. Dus kan ook niet. Het is altijd goed om het weekend te halen in Nederland. Dus voor mij, het is altijd. Ja, het is toch anders dan een ander toernooi. Maar als je ook weer kijkt hoe ik speel, dan denk je van ja, er zit veel meer in. En misschien dat in het weekend eruit kan komen. 69 vandaag, hoe zie je dat? Je stijgt een aantal plaatsen. Ja, heel steady. Ik denk ook niet dat er een slag meer in had gezeten. Het was eerder een aantal minder moeten zijn. Maar het zit dichtbij. Weet je wel, een slag of 3-4 beter. En morgen mag ik op zich redelijk vroeg de baan in. Zonder wind hopelijk. En als je dan een goede score neerzet, dan kom je helemaal in richting top 10. En dat, ik denk zeker met de manier waarop ik speel, moet dat kunnen. We zien het graag. Dankjewel.